Hi, goedemorgen. Ik ben naar de kapper geweest. Leuk, hè? Maar daar gaat het niet om. We gaan iets nieuws proberen. En ik ben best een beetje nerveus, want ik denk gewoon niet dat het gaat werken. Dit is de NYX Bear With Me Blur. Blurring Tint Foundation. Ik heb de kleur Fair, omdat ik wist het gewoon niet. Medium Coverage Matte Blurred Finish. Scan to find your shade. Misschien moeten ze dat iets doen met voordat je het koopt. Nou, het houdt 12 maanden. Shake well. Ja. Shake well. Heel even. Het triest dingetje op mijn lippen. Een hele droge lippen. Ik heb het op mijn hand geprobeerd. Het is best dunnig voor zo'n foundation. Op mijn hand zag de kleur er wat licht uit. Ja, die is wel wat licht. Maar ook heel droog. Ik doe een klein beetje. Ik heb geprept met een olie. Ik weet wat het is. Ik hou op zich wel van een matte foundation, hoor. Maar, ja, niet bij mezelf. En ik zou heel graag willen dat het wel zo zou zijn. Zie, de kleur valt op zich wel mee. Ik hou namelijk ook niet van dat hele dewy. Even, ik heb nog een beetje op mijn hand. Even kijken of ik nog een beetje kan opbouwen. Ik hou ook niet van het hele dewy. Dus ja. Nou ja, je. Het is hier heel droog. Hier valt het mee. Het covert helemaal niks. Dit is niet medium. Dit is gewoon een light. Wat ik ook niet erg vind. Maar het verhult zelfs dit beetje rood niet, zeg maar. Nou, deze dus al helemaal niet. Maar. Wat vind ik ervan? Het ziet er op zich best mooi uit. Blurt het? Ja, best een beetje. Ziet het heel droog uit? Nee, maar dat ligt misschien ook met wat je eronder doet. Het droogt ook op, heb ik het idee. Dus ik denk niet dat ik het moet poederen. Ik hou niet van dat plakkerige gevoel, zeg maar. Ik hoef op zich nooit te poederen, echt. Maar dat. Ja, je hebt het wel. Als je van die dewy foundations hebt, dat het zo blijft plakken. Dat vind ik niet zo fijn. Ja.
Ik had gedacht dat ik het net zo erg zou vinden als die van Maybelline. Die 4-in-1 corrector in die tube, die roze tube. Maar misschien is mijn huid ook wel veranderd. Ik heb natuurlijk het afgelopen jaar echt heel veel aandacht besteed aan regelmatige huidroutine. En goede verzorgingscrub en goede moisturizers en zo. Dus misschien zou ik die ook eens moeten proberen. Ik vind dit wel mooi. Ik hou van het natuurlijke finish. En dit is niet heel plat mat, zeg maar. Even kijken hoe het dan blendt met mijn concealer. Ja, is prima. Ja, het ziet er gewoon prima uit. Ik ben benieuwd hoe lang die, hoe heet het, marionettenlijnen, hoe lang dit het volhoudt. Maar goed. Oké, zo op het gezicht. En als je zo naar mijn vergrootspiegel kijkt, zeg maar. Denk ik, ja. Hier zit iets raars. Zie je dat? Of hier zit gewoon een droge plek waar die raar op pakt. Deze kan niet. Dat is gek. Kijken wat hij doet met een beetje concealer. Nou, beter. Nou, oké. Wat vind ik ervan? Ik denk ja als je van een matte finish houdt. Nee als je een hele droge huid hebt. Mijn huid is wel droog, maar iets minder droog. En ik heb geprept met een olie. Ik ga hem nog even verder testen. En dan ga ik bijvoorbeeld de e.l.f. Halo Glow eronder doen. En dan een lichte laag foundation. Kijken hoe het dan functioneert, zeg maar. Maar tot nu toe denk ik, ja, het heeft een plek. Ik denk dat het heel prima te doen is. Ja, het is niet een hele dure foundation. Ik heb hem volgens mij gekocht bij Lyko. Dat kun je dan online kopen. En ik wil zeggen onder een tientje. Maar als je het niet nodig hebt en je kan het niet betalen, doe het niet, hè. Zet het niet op Klarna. Doe het dan gewoon niet. Het is niet een limited edition. Dus wacht dan gewoon totdat er een moment is dat je het makkelijk kan missen. Ik zou het een 7 geven of zo. Dit is niet zo dat ik denk, wow, wat een geweldige foundation. Maar dit is echt absoluut wel iets wat ik zou dragen. Ja. Dus schijnt ook nog wel een heel klein beetje van die olie doorheen. Een beetje glow. Tegen alle verwachtingen in, maar dit, ja, ik kan hier wel mee leven. Heel goed mee leven zelfs. Oké, dit was hem. Leuk dat je gekeken hebt. Bedankt dat je er weer bij was. En dan zie ik je graag de volgende keer. Zullen we wat nieuws proberen?